En daar zijn ze hoor. De twee grootste nerds van deze hele game met onwijs lelijk haar. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en in de vorige aflevering heb je kunnen zien dat we Leon, de kampioen, hebben verslagen en dat wij de officiële Pokémon kampioen van Galar zijn. En dat hebben we in deze serie met alleen maar vuurtype Pokémon gedaan. We hebben de game ook op een normale manier uitgespeeld, maar nu hebben we alleen vuurtype Pokémon gebruikt. En we zijn weer terug bij mijn moeder en de bel gaat. Hallo Magnolia. Kijk, Magnolia die heeft even een masterball voor ons, want er is natuurlijk nu nog genoeg te doen. We moeten Swordward en Shubert nog gaan verslaan. We moeten de ultieme Pokémon Zamazenta nog gaan vangen. En daar hebben we dus een Masterball voor. Maar dat ga ik niet doen met de Masterball. En de vraag van vandaag is of jullie de Pokémon DLC gaan kopen. En ik heb jullie al een aantal reacties zien geven waarin jullie vroegen van, Rick, kan je uitleggen wat die DLC nou precies inhoudt? Want jullie kunnen nu natuurlijk voor 30 euro iets kopen in de e-shop, maar je krijgt er nu nog niks voor. De Pokémon DLC die je voor 30 euro kan kopen, koop je voor één game. Dus die koop je of voor Pokémon Shield of Pokémon Sword. En dat brengt eigenlijk twee nieuwe avonturen naar de game. Naar je Pokémon Sword of naar je Pokémon Shield. Het eerste avontuur heet The Isle of Armor. En dat betekent eigenlijk het eiland van de bescherming. Lichaamsbescherming, armor, je snapt het. En daarin kom je dus allerlei nieuwe Pokémon tegen. Ga je naar een nieuw gebied, naar een nieuw eiland, waar nieuwe Pokémon zijn, nieuwe karakters om kennis mee te maken. Je hebt bijvoorbeeld al die Slowpoke op kunnen halen in deze game. Die Slowpoke is bijvoorbeeld een nieuwe Pokémon die je dan normaal gesproken daar tegen zou komen. Maar dit is een soort van een cadeautje van de Pokémon Company. Maar in ieder geval, dat eerste eiland kan je dus spelen vanaf eind juni. We weten nog niet de exacte datum, maar eind juni kan je dan spelen. Dan moet je even een update downloaden en dan komt er dus een nieuw eiland in deze game. Nou, en datzelfde geldt voor de tweede helft van de DLC, de Crown Tundra. Dat is ook weer een heel nieuw gebied met nieuwe Pokémon. Volgens mij zelfs met nieuwe legendarische Pokémon. Bijna net zo legendarisch als deze Charmander. Dankjewel, Leon, voor de Charmander. Yo, Charmander! Weet je wat? Ik noem mijn Charmander die uiteindelijk een ultieme draak wordt. Gewoon Enzo. Enzo was heel lang de grootste Nederlandstalige YouTuber. Maar je gaat wel even naar de box, Enzo. Want ik ben gewoon trots op mijn teampie wat ik nu heb. Ja, ik kan één Pokémon moeilijk noemen naar drie verschillende mensen van StukTV. Jongens, moest ik dan nu naar het bos? Dat was volgens mij de plek waar ik naartoe moest. Volgens mij is Hoppy daar. Maar wat ik heel erg tof vind aan de DLC is dat er natuurlijk allemaal nieuwe Galarian Forms van bestaande Pokémon komen. Zoals bijvoorbeeld deze Weezing. Daar komen er weer nieuwe van. We hebben die Slowpoke al gezien, maar we weten nog helemaal niet hoe bijvoorbeeld Slowbro eruit komt te zien. Galarian Slowbro. En ook krijgen Articuno, Moltres en Zapdos een nieuwe Galarian Form. Ja, dat vind ik echt heel erg tof. En volgens mij moesten we hier naartoe voor het verhaal. Anyway, jullie vragen de hele tijd aan mij, Rick, ga je de DLC spelen op je YouTube kanaal? Yo, ik ben een Nintendo en vooral een Pokémon YouTuber. Natuurlijk ga ik de DLC spelen op mijn YouTube kanaal. Ik moet wel toch? Oh, wacht, gingen we hier battelen met Hop? Hey Rick, wat doe je hier in het woud? Ja, wat doe jij hier in het woud, Hoppie? Hop wil een beetje nadenken. Ja, en dat vindt hij dit de beste plek voor. En Hop vraagt, Rick, ben je klaar voor nog één battle? Ik ben klaar, jongens. En Hop is wel een aardig stukje sterker geworden, jongens. Dit wordt best wel een intense battle met Hoppy. De Hop waar je nu tegen moet vechten is een veel betere Hop dan dat je in de rest van de game tegen bent gekomen. Daar komt hij. Hoppakee, met Dubwoo. Ik natuurlijk met Colossal. Mijn beste Pokémon om de battles mee te beginnen in verband met Stealth Rock natuurlijk. Dubwoo gaat double edgen. Dat doet niet heel veel damage op mij. Ja, oké. Hop, ik heb je net heel veel credits gegeven. Nu moet je wel iets beter je best doen, hè. Met die double edge heeft hij zelf meer damage gepakt dan dat hij mij damage heeft gedaan. Dat is toch niet handig. Ga je nou door met double edge? Ja, oké. Laat maar. Ik zei net dat Hop super goed was, maar dat valt toch een beetje tegen. Ik heb hem nog geen klap gegeven en hij is al bijna voor de helft down. Man, kom op jongen. Oké, gaan we hem nu ook gelijk slopen, die Dubwoo is down. En daar gaan we. XP'tjes erbij. Nu Snorlax. En voor Snorlax kies ik mijn trouwe metgezel Ronald. Ja, en ik ga gewoon voor Pyro Ball. Double Kick is wel super effective, maar ik heb nooit het idee dat Double Kick sterker is dan Pyro Ball. Pyro Ball is vaak veel sterker. Oké. Nu gaat hij los, hè. Kijk, High Horsepower. Dat is een probleem. Dat is een ground-type move. Daar kan hij mij oprecht mee slopen. Daar kan hij mij oprecht heel veel pijn mee doen. Dus beter sloop ik hem nu met deze Pyro Ball. Oké. Snorlax is ook down. Twee Pokémon down. Tot nu toe was Leon toch wel beter dan Hop. Cramorant zou me best wel eens pijn kunnen gaan doen, want dat is natuurlijk een watertype Pokémon. Maar goed, daar heb ik nu Job voor. Dus hopelijk gaat Job dit even fixen. Oh, Cramorant natuurlijk ook echt wel weer veel pijn van de Stealth Rock. Dan ga ik discharge met Job. Ik ben sneller. Ah, super lekker om nu ook gewoon electric type moves in mijn team te hebben, man. Oh, wat is dit fijn. Wat is dit chill. Nu kunnen we ook gewoon afrekenen met die watertypes. Heerlijk dit. Dan komt hij nu met
Met 1. Team Churchin. Ja, we kennen het team eigenlijk wel van Hop, hè. Dat team dat is niet zo verrassend meer. Dat hebben we al vaker gezien. We weten eigenlijk al welke Pokémon die allemaal heeft in zijn teampie. Ja, en eerst kennen natuurlijk Wilbo onze Arcanine Dick. Ik moest sowieso een Ground-type move in mijn team hebben. Dat is gewoon super fijn. En die heb ik nu dus geleerd inderdaad aan Colossal, die nu de Dick move kan doen. Oh, oké. Okay. Team Churchin kent Bubble Beam. Oké, okay, credits. Oké. Okay. Toch nog eventjes gewoon vol ten aanval, die Hoppie. Oké, okay, je gaat ook een full restore doen. Oké, okay, je gooit alles op je Pinchurchin. Oké. Okay. Ik vind het leuk dat je zoveel vertrouwen hebt in je Pinchurchin, Hoppie. Dat doe je goed. Je moet vertrouwen hebben in je Pokémon. Maar ja, ik denk dat het toch niet genoeg vertrouwen is, want we gaan hem toch gewoon verslaan. Ja, we zijn gewoon veel te groot voor deze Pinchurchin. En dan is het nu tijd voor Rillaboom. En dan ga ik weer eens eventjes switchen naar Dionne. Blijft ook gewoon een hele stoere Pokémon. Dionne gaat wel vaak redelijk snel neer. Maar goed, tegen een Grass-type Pokémon mag ik verwachten dat dit toch wel gaat lukken. Come on, Flamethrower! Hoppakee! Lekker. Ja, dus sta je dan, grote aap. Sta je een beetje stoer te doen. Ja, het was niet genoeg. Bardo groeit naar leveltje 65. Oh, en dan heeft hij ook nog een Corviknight. Nou, dan ga ik ook even met Dionne tegen vechten. Want Dionne is de laagste level van al mijn Pokémon. Dionne is nog maar leveltje 63. Come on, Flamethrower! Sloop de Corviknight! Yes! Oké. Okay. Ja, Flamethrower is wel echt een super sterke move. Ik ben blij dat Dionne die heeft geleerd. En Dionne gaat nu ook naar level 64. De rest van mijn team is allemaal level 65, zoals je kan zien. Dus wel aardig in balans zo. Oké, Hoppie. Ik heb je veel credits gegeven. Maar ja, alsnog is mijn team toch iets beter dan jouw team. En daar is Sonja ook weer van de partij. Op een of andere manier is Sonja toch ook vaak waar wij ook zijn. Sonja is natuurlijk helemaal trots, want ze is Pokémon professor geworden. En Hop, die vindt straks ook zijn roeping. Maar eerst moeten we even de spulletjes terugleggen. Het zwaard en het schild. En bedanken we Zacian en Zamazenta dat ze ons hebben geholpen. Kijk, we hebben het wel netjes teruggelegd nu. En daar zijn ze hoor. De twee grootste nerds van deze hele game met onwijs lelijk haar. Nou zullen jullie waarschijnlijk tegen mij zeggen, maar Rick, zij hebben tenminste haar. Ja, dat is ook dan weer zo. Maar we moeten deze twee batties even een lesje gaan leren, jongens. Ze moeten niet zo stoer doen. Zomaar gaan ze die spullen pakken, jongen. Kom dan, Shieldbert. Dan leer ik jou ook nog even een lesje. Kom maar. Geen probleem. Met je Sirfetch'd. Oké, eerlijk gezegd, Sirfetch'd zou wel een probleem kunnen zijn voor Don. Helemaal omdat ik niet geheeld ben. Kom op, Don. Stelt Rocky erop. Nice. Ik ga maar even een max potiontje gebruiken op Don. Let's go. Dan kan je er weer tegenaan, vriend. Ja, Meteor Assault gaat mij wel pijn doen, ben ik bang. Hé, hey, dit gaat... Ja, oké. Ja, heel fijn dit. Nu kan ik wel heat crashen, dus dat is nice. Oké, okay, maar niet nice genoeg. En een hyper potion heeft ook geen zin meer. Ja, oké, okay, Don, dit ga je verliezen van Sirfetch'd. Sorry. Oké, zijn flame body, die burnt Sirfetch'd wel. Dat is lekker. En de Rocky Helmet doet ook nog wat damage. Oké. Okay. Ja, oké, okay, die Sirfetch'd, die is wel vervelend. Ik vind Sirfetch'd wel een hele gave Pokémon hoor. Ik vind dat een van de leukere Pokémon uit Galar. Ik heb hem natuurlijk zelf ook in mijn playthrough gebruikt. Ben ik sneller dan Sirfetch'd? Ik ben sneller dan Sirfetch'd, dus ik kan hem dischargen. Tsaflatsie, oké. Doei doei. Gelukkig, die is weg. Daar hebben we geen last meer van. De volgende waar we wel last van krijgen is Phalanx. Oké, doe maar gewoon overheat jongen. Ga maar gewoon all out op die Phalanx. Hop. Hoppakee, die is ook weg. Lekker gedaan, man. Job is wel een lekker toevoeging voor mijn team, hoor. Nice. Hij groeit nu ook naar level 66. En Ronald groeit ook naar level 66. Heerlijk, dit. Dan mogen we nu tegen Bronzong gaan we even kijken of Thomas dat kan fixen. Overheat is natuurlijk super effective. Dus ja, dit zou goed genoeg moeten zijn. Ja, hoor. Ik vind Bronzong trouwens echt een lame-ass Pokémon. Ik vind dat echt... Die krijgt van mij echt een 3 of zo. Dat vind ik echt geen leuk Pokémon design. Hoppa, Thomas ook naar leveltje 66. En heeft hij nu alleen nog een klinklang. En dat mag Dionne nog even regelen voor mij. Ja jongen, je kan wel stoer doen. Maar eindstand ga ik je toch gewoon verslaan, Shieldbert. Hoppakeetje, flamethrowertje bovenop. En gaan. Klaar. Hoppakee, ja hoor. Ook klinklang is gewoon weg. Ja, dan is het toch wel lekker dat we een vuurchallenge hebben gekozen, hè jongens. Want voor dit soort dingen, tegen al die steel-type Pokémon, is vuur natuurlijk super effective. En steel heeft heel weinig weaknesses. Dus wat dat betreft hebben we weer wel geluk. Ik denk dat bijvoorbeeld met water een stuk moeilijker zou zijn. Oké, hij buigt voor ons. We krijgen het schild terug. Maar het zwaard niet, omdat Hoppie niet heeft kunnen winnen. Jongen, kom jij nu ook gelijk tegen mij dan? Dan versla ik jou ook nog even. Nee hè, nee, dat durf je niet, Swordward. Nee, je gaat straks wegrennen, want je bent een pussy. Nou, doei hè, ik kom jullie nog wel een keertje tegen, choppies. Ja, daar hebben we de assistenten weer. De assistenten die ons straks keihard gaat belazeren. Dat hebben jullie natuurlijk kunnen zien in mijn reguliere playthrough. Ja, nu is Sonja nog blij, maar straks is... Nee, jij, je bent niet te vertrouwen, chick. Ja, en dan moeten we nu even naar Turfield gaan vliegen. Want overal in de wijde wereld
wereld beginnen Pokémon opeens wild te dynamaxen. En wij moeten dat probleem natuurlijk oplossen. Yo Milo, ik kom je helpen. Hier ben ik. Let's go Milo. En Pierce en Hop, die komen natuurlijk ook even helpen. Ik heb zo'n voorgevoel dat het niet eens nodig is om te dynamaxen. Laten we gewoon met Pyro Ball gaan proberen. Kijk, hoppakee, dat is al meer dan de helft down. Waarschijnlijk kan de rest van mijn team wel gewoon de rest doen, toch? Oh, oké. Okay. Nee, niet. Kan niet. Nee, jullie fixen. Oké. Okay. Dan krijg ik nu een Max Mindstorm op mijn bakkes. Bedankt, hè? Hey, toppers. Appleton gaat lekker zichzelf verdedigen. Gast, je moet gewoon even aanvallen, man. Milo, kom op, hé. Hey. Wel tof trouwens dat je nu een Appleton hebt. Dat vind ik wel leuk. Oh, nu gaat Hoppy dynamaxen. Ik denk, ik ga dit gewoon even snel fixen. Even die animatie skippen en zo. Gaat Hoppy dynamaxen. Alsnog gaat hij zijn aanval niet gebruiken. Want deze tweede Pyro Ball sloopt gewoon Serena. Oh, Hoppy toch. Hoppy. Oké, Serena is weer chill. En we gaan door naar Nessa in Hulbury. Let's go. Let's do it, Nessa. En nu heb ik natuurlijk Rotom even als eerste in mijn team gezet. Want ja, elektrisch. Logisch tegen Gyarados. Ja, ze hebben wel gelijk de goede uitgekozen voor deze challenge. En ja, nu ga ik natuurlijk wel even Dynamax. En dan ga ik Max Lightning op zijn bakken gooien. Mooie Luxury Ball trouwens, hè? Ja, die vind ik wel cool. Big Ass Heat Rotom! Opstukdoen krijgt een gijzer op zijn bakkes. Dan is Gyarados gewoon het snelst van ons allemaal, hè? Max Lightning! Oef! One hit KO! Lekker, Rotommetje! Nice. Alright, en nu Motorstoke City. Kaboe. Hier zijn we, jongens. We komen jou ook nog even helpen, vriend. Eigenlijk is het niet eerlijk, hè. We gaan gewoon met z'n vieren tegen één Pokémon. Arme Pokémon. Oké, mijn matties zijn er allemaal aan het aanvallen. Ik ben natuurlijk de langzaamste met Don. Ik heb ook niet gedynamaxed, hoor. Had ik geen zin in. Ik denk misschien dat Rock Blast wel genoeg is. Als ik hem nou 5 keer raak, zou het zomaar kunnen dat we hem verslaan. Alhoewel, het doet niet zo heel veel damage. En ik raak hem ook maar 2 keer. Oké. Ik heb wel weer wat meer geduld. Oh, bedankt trouwens voor die Max Quake. Holy crap, jongens. Hoppy gaat weer Dynamax, hoor. Ja hoor, Hoppy met zijn rillenboom. Natuurlijk Hoppy. Doe jij even een gras-Pokémon tegen een vuur-Pokémon. Dat Hop het nog tot de halve finale heeft geschopt, joh. Dat is toch niet normaal? Hoppy doet Max Strike. Nou, een normal time. Oh my god. Dat doet toch helemaal niks. Straks gaat Don nog gewoon down, jongen. Oké, Rock Blast. Ik moet hem 3 keer raken, denk ik. 2? Ik moet hem nog 1 keer raken nu? Oké, gelukkig. Gelukkig. We overleven het. Ja, dan worden we gebeld door Sonja. En ja, nee, oh nee, het gaat helemaal mis in het lab. In het lab. Want die twee weirdo's die zijn daar bij Sonja. En wij moeten natuurlijk Sonja even gaan helpen. Ja, en laten we dat dan ook nog maar eventjes gaan doen. Oh, ik rijd bijna een Wooloo aan, joh. Kom maar op, chappies. Met jullie mooie haartjes. Battle nummer 2. Kijk ze nou zitten, joh. Ach. De arrogantie, hè? Ik hou niet van arrogantie. Ik kan niet tegen arrogantie. Oh ja, dit was natuurlijk een duo-battle, hè? Dat klopt, ja. Bronzongetje en Golissopot. Ja, terwijl Hoppy weer voor dubbel gaat. Ja. Ik ga eens even korte metten maken met deze bronzonger. Hoppakee. Steentje op je bakkes, vriend. Ja, Double Edge is wel echt de favoriete move van Hopper. Daarmee maakt hij zijn dubbel wel kapot. Maar goed, dat maakt hem helemaal niet uit. Oh, Liquidation. Thanks. Thanks! Job, wil jij eventjes korte metten maken met die Golissopot, alsjeblieft? Oh, ik raak Dubwoel ook hiermee. Sorry, Dubwoel, maar dit is even nodig. Want jij sloopt anders die Golissopot ook niet zelf. Dus, ja, sorry. Dit moest. Ik heb Dubwoel bijna kapot gemaakt, maar maakt niet uit. Golissopot is in ieder geval down. Kijk, Dubwoel doet zichzelf ook gewoon damage, weet je. Dubwoel heeft ook gewoon scheid aan zichzelf. Waarom zou ik dan geen scheid hebben aan Dubwoel? Ja, sorry. Don is er blij mee, want die gaat de level omhoog. Dan nu. Klingu Klangu en Duo Blade. Ah, nee, ik mis hem. Oh, ik miste mijn aanval. Ik mis mijn overheat attack op Klingkling. Gelukkig doet hij zelf ook niet echt heel veel boeiende dingen. Hij is alleen maar sneller aan het worden. Ik krijg wel een Shadow Clawtje. Ja, daar ben ik minder blij mee. Dat vind ik niet zo cool. Kijk, ja, Klingkling is nu ook opeens sneller. Ja, dubbel wordt genakt. Oké. Jullie gaan nog echt serieus vervelend doen ook tegen mij. Dat kan ik niet accepteren. Hier heb je een overheat op je bakkers, Klingkling. Dikke doei. Dat is het einde van Klingkling. En dat is tegelijk het einde van de Pokémon van Shubert. Alleen, ja, hij kan nu nog wel wat doen. Hij doet weer Sacred Sword. Kom op, Hoppy. Waarom kiss je Rillaboom? Oké, Job. Nog een keer overheatje. Ja hoor, lekker man. Oh, dit Heat Rotom is wel een baasje hoor. Ja, dit is een hele goeie om erbij te hebben in je teampie. Dan nu Bisharp. En dat is de laatste Pokémon. Dan is onze XP grind weer over, jongens. Oké, maar Bisharp overleeft dit wel even. Omdat ik natuurlijk een aantal keer mijn special attack genurfd heb. Omdat ik die move gebruik. Rillaboom doet nu uproar. Ach, kan je nou echt niks beters kiezen, Hop? Oh nee, ik mis ook weer. En hij doet nog een keer uproar. Ja, Bisharp overleeft gewoon nog een beurt, hè. Oké, gelukkig doet hij Iron Head.
op Rillaboom. Die kan het overleven. Weet je wat? Nog een keer Discharge. Rillaboom overleeft Discharge wel, joh. Dat komt wel goed met Rillaboom. Kijk maar. Hoppakee. Oké, doei Bisharp. Oeh, nice. Nu gaan er 3 Pokémon leveltje omhoog. Job, Dionne en Bardo. Hoppakee. Blijft een lekker geluidje. Oeh, Dionne, ik wil Toxic leren. Ja, daar ben ik blij mee. Dan gaat Poison Fang weg. Want als ik hem met Poison Fang raak, dan wordt hij ook badly poisoned. Maar dat is niet gegarandeerd. Oké, jawel. Ik ga Toxic leren, jongens. Toxic garandeert die badly poison. Dat is wel nice. Oké, jongens. We hebben jullie weer verslagen. Maar ja, jullie hebben wel een plannetje. Hey, jullie plannetje wordt uitgevoerd door de assistenten. Potverdorie. Kijk, daar komt ze hoor. Daar komt ze. Rechtsboven in beeld. Ah, wat een smiecht. Wat een smiecht. Hier, ja hoor. Ze heeft de Wishing Stars gestolen. En die geeft ze nu aan deze 2 pappies. Deze gasten verliezen alles. Waarom ben je team Sorbet en Shubert? Waarom ben je dat? Waarom kan je niet gewoon voor ons zijn? Wij verslaan hun de hele tijd. Jij stomme muts. Ja, kijk. Sonja die is ook echt ontroostbaar. Die wil niet met ons praten. En dan komt ze straks naar buiten. En dan zegt ze, waarom heb je niet met me gepraat? Zie je? Jij wil niet praten, Sonja. Nou, iedereen gaat ons natuurlijk helpen. Om die Wishing Stars terug te krijgen. Maar wij moeten de rest van de gedynamaxte Pokémon gewoon eventjes zien te fixen. Even verslaan. En dan hebben alle gymleaders er ook weer een Pokémon bij. Dan moeten we Sorbet en Shieldred verslaan. En dan moeten we natuurlijk Zamazenta nog zien te vangen. En dat alles gaan we doen in de volgende aflevering. En de volgende aflevering is dan ook gewoon de laatste aflevering in deze serie. Dus jongens, ga alvast nadenken wat ik nu voor challenge moet gaan doen. Moet ik een andere challenge gaan doen? Moet ik alleen maar Animal Crossing gaan spelen? Wat moeten we gaan doen op dit YouTube-kanaal? Help me! Laat het me weten in de reacties en de reacties van de volgende video. Doe een blauw duimpje omhoog als je hebt genoten van deze serie. Abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!